Ken je dit geluid? Wel, nagels over het karretbord. Rillingen lopen over je rug. Precies, daar gaan we het over hebben. Rillingen. We gaan van start. Maar wat is nu een trilling? Kijk, dit is een trilling. Het gaat eigenlijk om twee woorden, namelijk periodiek, oftewel het herhaalt zich iedere keer weer. En het gaat over evenwichtstand. Dat betekent dat als je hem gedwongen stilzet, dan heb je altijd een vaste rusttoestand. Een hele belangrijke trilling die je tegen zal komen is bijvoorbeeld de slinger. Kijk, een slinger, nou, periodiek zeker. Als je stil hangt, zal je altijd recht naar beneden hangen. Oftewel, het is een vaste rusttoestand. En je hebt ook andere slingers, bijvoorbeeld deze. Ja, dit is ook een periodieke beweging. En ook deze zal gewoon normaal recht naar beneden hangen als je stil hangt. Wat dacht je van? Een massa aan een veer. Ook dit is weer een echte trilling. Deze beweging van je benen tijdens fietsen. Nou, het is in ieder geval zeker wel periodiek. Maar ja, een evenwichtstand is er eigenlijk niet. Dus het is geen trilling. En deze lift in het flatgebouw al helemaal niet. Hè? Het herhaalt zich niet iedere keer op dezelfde manier. Dus niet periodiek. En een evenwichtstand kun je hier ook niet bekijken. Kortom, periodiek en evenwichtstand, die twee dingen bepalen of het een trilling is. Een trilling heeft eigenschappen. Een heel belangrijk eigenschap is bijvoorbeeld de uitwijking. Hoe ver zit die van de evenwichtstand af? Nou, uitwijking, heel mooi. Symbool, u, eenheid, het is een afstand, dus is het meters. Nu kan het natuurlijk wezen dat de afstand links of rechts is. 1 centimeter links of 1 centimeter rechts van de evenwichtstand. Hoe hou je dat uit elkaar? Nou, dat doe je met plus en min. Nou, als je rechts of eventueel boven evenwichtstand bevindt, dan hebben we het altijd over een positieve uitwijking en anders negatief. Wat bij de uitwijking hoort is de maximale uitwijking en dat noemen we de amplitude. De amplitude is dus de maximale afstand ten opzichte van de evenwichtstand. Symbool, hoofdletter A, en het is gewoon een afstand, dus weer eenheid meters. Amplitude is altijd positief. Belangrijk, de trillingstijd. Het woord zegt al, de tijd die nodig is voor één trilling. Het is een tijd, symbool hoofdletter T en eenheid de S van seconde. Bij trillingstijd hoort ook een bepaalde frequentie en dat is net omgekeerd. Dat is niet de tijd voor één volledige trilling, maar dat is het aantal trillingen per seconde. Symbool kleine letter F en de eenheid, dat is per seconde en dat wordt de hertz genoemd. En trillingstijd en frequentie zijn precies tegengesteld. En dat betekent dus dat je trillingstijd kunt berekenen met 1 gedeeld door f. En natuurlijk ook dat de frequentie f is 1 gedeeld door t. Wat je hier ziet is het UT-diagram van een trilling. Je kunt hier per tijdstip bekijken wat de uitwijking is. Bijvoorbeeld op tijdstip t is 0, is de uitwijking 0. Na 1,5 seconde is je weer 0. Maar bijvoorbeeld 1,25 seconde is de uitwijking 1. Het is een sinusoïde, dat hoeft niet bij iedere trilling zo te zijn, maar we komen wel heel vaak zo'n type trilling tegen. Een UT-diagram kun je gebruiken om diverse zaken uit te kunnen lezen. Bijvoorbeeld de amplitude, ja, van deze trilling is amplitude 1 centimeter. Trouwens kijk, hè, hier is het ook 1 centimeter. De trillingstijd is 1 seconde en als je trillingstijd weet, weet je natuurlijk ook de frequentie. Namelijk, die is dan 1 hertz. Een ander UT-diagram is deze. Nou, iets anders, maar ook weer een sinusoïde. Amplitude, in dit geval 2 centimeter. De trillingstijd, weer 1 trilling, is hier een 0,66 seconden. En trillingstijd 0,66, dus de frequentie is 1 gedeeld door 0,66. En dan kom je op 1,5 hertz. En dan kun je in feite ook wel zien, maar kijk, na 1 seconde, hier na 1 seconde, dan heeft hij, dit is 1 trilling. En hij doet er nog een halve trilling bij, dus 1,5 trilling in 1 seconde. En dat kon je dus ook uit het diagram zelf lezen. Je hebt ook andere UT-diagrammen, bijvoorbeeld deze. Ja, het hart is in feite ook een ritmische beweging. En je ziet dus dat je dan niet een UT-diagram hebt, een iets andere diagram. Maar ook het steun-UT-diagram
kun je alles wel halen wat noodzakelijk is. Je kunt je wel afvragen van, is dit eigenlijk wel een trilling? Oftewel, heb ik hier te maken met een periodieke beweging om een evenwichtsstand? Nou, periodiek in dit geval hier wel, want hè, deze afstand is iedere keer constant. Dus het herhaalt zich iedere keer wel keurig. Je kunt je afvragen natuurlijk of een hartslag in het algemeen periodiek is, maar in dit geval hier wel. Is er een evenwichtsstand? Nou, je kunt hier in feite ook wel zien, hè, dit is een constante rechte lijn. Dat is een evenwichtsstand. Als de hartslag een keer ophoudt, dan krijg je zo'n mooie rechte lijn op het monitor. Hoewel, mooi. Mooi is anders. Vooruit. De vraag is, hoe groot is de trillingstijd hier? Nou, dan gaan we eventjes kijken. Ja, je gaat zo'n groot mogelijk stuk aflezen. Je had natuurlijk, trillingstijd is gewoon deze afmeting. Maar dan krijg je, als je een afleesfout hebt, heb je meteen een redelijke afleesfout. Als ik hier over deze grote afstand een afleesfout maak, ja, dan moet ik nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 trillingen. Ja, dan moet ik de fout dus ook door 6 delen, dan krijg je veel kleinere fout. Maar goed, hier 6 trillingen, aantal hokjes tellen is 35. En 1 hokje, ja, staat hier, is 0,25 seconden. Dus is de trillingstijd 4,375 seconden. Dat betekent dus, hè, de trillingstijd is 0,729 seconden. Ja, je moest delen door 6. Oftewel, hoeveel slaap per minuut maakt het dan? Nou, 1 trilling duurt 0,729 seconden. Dat betekent dus dat de frequentie, het aantal hartslagen per seconde, is 1 gedeelte t. Dat is zoveel. Nou, en de hartslag is aantal slagen per minuut. Dus zoveel per seconde, oftewel per minuut, is 82 slagen. Nou, 22 slagen. Dat valt met deze persoon wel mee, ondanks dat hij wel een keurige trilling uitvoert natuurlijk. Het is tijd om te stoppen. Bedankt voor het aanhoren en wellicht tot horens. Tot ziens.